one can break it. Round and round, our world keeps turning. No one can stop the time. It's just another bridge we're crossing. Keep this message. Een paar fragmenten uit de herinneringsvideo die Paulien heeft gemaakt. Giel was fanatiek dansen en al jaren lid van dansschool Innerol. Giel was sowieso niet echt een jongen die op de voorgrond wou staan. Soms zette ik hem wel eens vooraan in de choreo, maar dan moest ik echt... daar stond wel wat tegenover, zeg maar. Zodat hij de rest van de choreo misschien achteraan mocht. Dus eigenlijk is dit niks voor Giel, maar omdat hij toch bekende Nederlander werd op een manier waar wij allemaal... Ja, vinden we echt verschrikkelijk. We lagen er echt wakker van. Dus we dachten, misschien zou Giel het zelf niet eens gewild hebben, maar wij willen het wel. En ik denk dat hij het uiteindelijk ook snapt. En er moest een tegenhanger komen van die gruwelijke beelden. Ja. Ik vind het gewoon echt respectloos dat je gewoon je mobiel durft te pakken als iemand daar zo ligt, weet je wel. En dat vind ik gewoon echt raar dat mensen dat doen. Giel was zo'n mooi jongen. En via die beelden willen we ook dat iedereen dat weet. En die nare beelden, die moeten weg, zeg maar. En deze beelden moeten die moeten eroverheen. Maandag tijdens de uitvaart neemt de groep van Giel op passende wijze afscheid met een dans. We hebben heel veel mensen bereikt. We zijn echt met een hele grote groep. En wat we doen is, we doen een choreo met de groep zoals die nu is. Dus waar Giel laatste jaar bij in heeft gezeten. Nou, dat is echt een hele harde kern. Die groep, sommige van hun kennen elkaar ook al 10 jaar. Nou, en we hebben een choreo met kids die vroeger bij hem in de groep zaten. En we gaan echt iets heel moois brengen. Ja, we moeten er mooi bij te filmen, hè? Ja.